Welkom bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Vandaag zit ik in de Belhamel en mijn gast is Wilma den Hoed, coördinator buurtgezinnen. Welkom Wilma. Dankjewel Lilian. Wilma, jij bent in september gestart als coördinator buurtgezinnen. Ja. Wat is dat, buurtgezinnen? Ja, buurtgezinnen is een landelijke stichting. In meer dan 100 gemeentes zitten we nu al. En sinds september vorig jaar ook in Drimmelen en Geertruidenberg. Oké. En ik heb begrepen dat je twee soort gezinnen hebt in grote lijnen. Nee, je hebt vraaggezinnen en steungezinnen. Ja. Die was ik even vergeten. Ja. Kun je iets vertellen over die vraaggezinnen? Nou, de vraaggezinnen zijn gezinnen die, waar het een beetje moeilijk is, waar dingen tegen zitten. Soms gaat dat over ziekte of baanverlies of scheidingen. Hè, of problemen met de kinderen. In ieder geval gezinnen waar er veel spanning is en wel wat zorgen zijn. En het idee van buurtgezinnen is dan om daar steungezinnen bij te zoeken. Hè, dat zijn dan weer gezinnen die hun kunnen ontlasten. Dus die kunnen de kinderen eens even opvangen. En dat zijn gezinnen waar dingen wel een beetje goed lopen. Wat stabiele gezinnen. En die kunnen mensen dan eens even helpen door een paar uur de kinderen op te vangen. En de ouders te ontlasten. En moet ik dan aan gezinnen denken die zelf kinderen hebben als steungezin? Ja, het is wel heel divers. Ja. Wat we eigenlijk vragen van steungezinnen is ervaring met opvoeden. Ja. Ja, dus het kunnen ook opa's en oma's zijn? Opa's en oma's, ja. Ja. Of mensen die zelf misschien geen kinderen hebben, maar wel qua werk ervaring hebben met kinderen en opvoeden. Mm-hmm. Want het motto is ook opvoeden doen we samen. En het gaat dus echt over ouders ontlasten in het omgaan met de kinderen. En voor kinderen is belangrijk dat ze af en toe eens even uit de spanning en uit de zorgen zijn. En even iets leuks doen, denk ik. Even dan. Iets leuks. Ja. Ja. Eventjes iets ontspannend. Ja. En nou, dit is voor de Geertruidenberg en Drimmelen ben jij de coördinator. Ja. Als er nou thuis mensen zijn die denken van, eigenlijk zou het voor mijn kind toch wel fijn zijn als die af en toe eens eventjes iets kunnen doen. Waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze zich melden? Ja, op de website www.buurtgezinnen.nl. Daar kan je je zo direct aanmelden. Ja. En ga jij in gesprek met die gezinnen? Ja, ja. Je kan ook via social media, Facebook, Instagram, daar zit ik ook op. Ja. En dan kan je direct met mij ook contact opnemen. Je kan me bellen, mailen, appen. Ja. Ja, heel en als dan iemand een gezin zich gemeld heeft, dan ga jij in gesprek in met dat gezin? Ja. Ja, want binnen enkele dagen neem ik dan contact op. Ja? En het eerste wat we doen is een kennismakingsafspraak. Mm-hmm. He, want ik wil graag de gezinnen een beetje leren kennen. Ook om goede matches te maken. En jij wil de vraag goed weten natuurlijk. En de vraag goed wat weten. Wat is de hulpvraag? Ja. Ja? Wat is nodig? Ja. En heb jij dan bestand met steungezinnen? Ja, het is mooi ook in onze twee gemeentes. Ja? Zie je dat de aanmeldingen inderdaad komen. Hè, het moet eerst natuurlijk bekend worden, ja, dus daar ben ik vooral mee bezig. Daar helpt dit ook. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Maar dan is het aan mij om de goede matches te maken. Dus ik ga altijd twee keer langs bij gezinnen voor ik aan zo'n match begin. Ja. Hè, dus als iemand zich aanmeldt, dan kom ik twee keer op bezoek. En dan wil ik ook graag het hele gezin ook gezien hebben. En inderdaad, hè, voor de vraaggezinnen is het daar belangrijk. Ja, sorry. Ja. Ja, is het belangrijk dat ik goed begrijp wat er nodig is? Ja. 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 En bij de steungezinnen moet ik natuurlijk goed begrijpen wat ze kunnen bieden. Ja. 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 En ga jij dan, als jij denkt, die twee gezinnen matchen met elkaar, ga jij dan ook een afspraak organiseren dat beide gezinnen bij elkaar komen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wat ik doe is, ik maak een appgroep aan. Ja. Hè, met vraaggezin en steungezin. En zij gaan dan zelf met elkaar een afspraak maken. Okay. Ik zit wel ook in die appgroep, want als coördinator ben ik wel steeds betrokken. Ja. Maar in principe regelen ze dat onderling. Uh-huh. En gaan ze kennis maken, een keertje bij de een, een keertje bij de ander. En als het dan... Het gaat echt stap voor stap, hè, want het moet natuurlijk echt klikken. En mensen moeten daar echt iets in zien, anders werkt het ook niet. En anders komen ze bij jou terug en zeggen ze van, dit was het niet helemaal, dan ga je verder zoeken. Ja, ga ik verder zoeken. En als ze het wel zien zitten, dan hebben we een koppelingsgesprek. En daar kom ik dan bij. Ja? En dat is een soort start van hoe ze met elkaar omgaan. Oké. Hoe het in gaan richten. Wilma, heb jij een voorbeeld van buurtgezinnen? Van een hulpvraag? Ja, nou, er is bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die te maken heeft met ziekte. En ze heeft een klein jongetje van twee.
En ze is fysiek niet in staat om met hem naar buiten te gaan. En dat wil ze natuurlijk wel heel graag, maar dat lukt even niet. En nu is er een steunmoeder. En die heeft een middagje tijd, die haalt hem even op, die gaat lekker met hem naar de speeltuin. En dan kan de vraagmoeder even bijkomen en die heeft wat meer rust nodig. En het jongetje is even lekker buiten. Middag. Ja. Ja. En is dat dan een structureel iets, dat je dat één keer in de week of één keer in de twee weken afspreekt? Ja, het is altijd wel structureel en ook voor langere tijd, zodat het echt impact heeft voor ouders en kinderen. Het gaat altijd om laagdrempelige hulp, hè? Zomaar ja, ik een paar zeggen, uurtjes. Ja. Vaak vinden mensen het heel moeilijk om hulp te vragen. En dan denk ik van ja, maar wat komt er dan allemaal op me af? Krijg ik dan meteen allerlei andere hulp op me af? Is dat zo? Nee. Als steunmoeder of vader ben je echt voor de lichte hulp. Het is echt geen jeugdhulpverlening, hè? Dit komt echt daarnaast. Ja. Gewoon een hulp in de buurt. Preventief, ja. Voordat dingen erger worden. En het heet buurtgezin, is het echt in de buurt? Dat is wel de insteek, hè? Dat het inderdaad in de buurt is. En dat het ook heel makkelijk te doen is. Ja. Ja, zodat het echt verlicht voor mensen. Dus mocht er nou hulpgezinnen, opa's... Ik ben zo'n steungezin, meld je dan. En heb je een hulpvraag, natuurlijk trek aan de bel en kom terecht bij Wilma. Wilma, ik wil jou heel hartelijk danken. Graag gedaan, ja? Dankjewel. En u zie ik... Dankjewel.